samenwerking die zich niets aantrekt van bestuurlijke grenzen, maar werkt vanuit inhoudelijke opgaven. Met elkaar nieuwe vormen van samenwerking ontdekken. Dat is grenzeloos samenwerken. Er zijn 4 leertuinen ingericht, waarin we samen de gewenste richting verkennen en concrete plannen maken. Je ziet het hier aan de pont bij Schoonhoven Nieuwpoort. Deze pont maakt de verbinding. Zo kunnen mensen ook de verbinding maken rondom verschillende vraagstukken. Dat ze tegen elkaar zeggen van, hier hebben wij een gemeenschappelijk belang. Laten we met elkaar aan tafel gaan zitten en met elkaar kijken hoe we deze vraagstukken kunnen oplossen. Dat is mooi om dat te zien en daar word ik enthousiast van. En dat we dat de afgelopen periode met elkaar hebben weten te bereiken. Maar we zijn er nog niet. We moeten verder op pad. Want er speelt nog veel. Het gaat niet alleen om de huidige 4 leertuinen, maar we merken in onze rondgang ook dat er behoefte is om naar andere vraagstukken te kijken. Bijvoorbeeld op het terrein van recreatie en toerisme. En dat willen we graag doen. We willen graag kijken naar duurzaamheidsvraagstukken. En wellicht is er nog meer. En dat willen we graag van u verder horen waar we mee aan de slag kunnen. De agrarische sector is belangrijk voor de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden, maar ook voor de Krimpenerwaard en Lopikerwaard. De sector is in beweging en staat voor grote uitdagingen. Wie zijn er nodig om oplossingen te vinden? Nou, heel veel partijen die in dit gebied werkzaam zijn in de agrarische sector. Dus de boeren zelf in eerste instantie. Maar we denken ook de brancheorganisaties, de financiers, ook geen onbelangrijke partij natuurlijk. En uiteindelijk ook natuurlijk de consument. Dus om de verbinding tussen de agrariër en de consument te verbeteren, hebben we al die partijen nodig. De droom van deze leertuin is om een antwoord te hebben op de vraag waar de agrarische ondernemer in 2030 zijn boterham mee verdient. Als we dat antwoord hebben, dan is onze droom uitgekomen. Het gebied van de leertuin AAA is de corridor van de A27, A2 en A15 en bevindt zich aan de randen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Een vergeten gebied of een unieke ligging met volop kansen voor economische ontwikkeling? Misschien wel beide. Misschien is het een vergeten gebied, maar met volop kansen voor de economische ontwikkeling. Wat we hier zien is Fort Everdingen met een bierbrouwerij en die helemaal ingebed is in de gemeenschap Everdingen. Met aan de andere kant Culemborg, Werk aan de Spoel, waar verschillende mensen werkgelegenheid vinden uit de WSW en uit de WMO. We staan hier in de bierbrouwerij, die volgend jaar volledig in productie gaat, ook in samenwerking met WSW'ers. 1 keer in het jaar hebben we hier een streekmarkt, een biervesten om het zo te noemen, en 1 keer in de 3 maanden hebben we hier een streekmarkt. Samen met Culemborg promoten we Fort Everdingen en Werk aan de Spoel. Samen zijn we veel beter in staat de maritieme sector in de regio te versterken. Gesprekken met de aangrenzende regio's leveren nieuwe inzichten op. Deze leertuin is ontstaan omdat de maritieme sector misschien wel een beetje het ontkende kindje is van deze regio. Baggerbedrijven, scheepswerven, een grote scheepsbouwer als Damer, allemaal binnen deze regio. Maar deze regio staat werkelijk waar niet op zichzelf. Als je kijkt naar de omliggende regio, bijvoorbeeld Drechtstede, maritieme topregio van Nederland, dan willen we daar graag ook van leren en daar willen we graag bij aansluiten. De overheid zou meer gebruik kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen, van innovaties. Bijvoorbeeld Riveer zou een elektrische veerboot in kunnen zetten, waardoor ondernemers binnen de regio samen kunnen en moeten werken om tot het beste resultaat te komen. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals gemeentelijke herindelingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden en veranderingen in de wetgeving, staat de huidige participatiesamenwerking stevig onder druk. Er gaat veel veranderen. Hoe kunnen we iedereen zoveel mogelijk laten participeren? Waar zijn we van afhankelijk en wie hebben we nodig? Om iedereen in onze regio te laten participeren, hebben we iedereen nodig die daar ook bij betrokken is. Mensen die werk zoeken, mensen die voor werk kunnen zoeken, werkgevers, mensen die anderen kunnen helpen bij het zoeken van een baan, sociale werkvoorziening. Mensen die willen meedoen, moeten die mogelijkheid krijgen. En wij als lokale overheid zullen daarvoor moeten zorgen. We moeten allemaal af van denken in onze huidige structuren. Hoe lastig dat soms ook is, omdat je geneigd bent altijd in structuren te denken. Als we nu denken in gezamenlijke doelen,
en die verder concretiseren met de partijen die daar belang bij hebben, dan krijgen we een duurzame samenwerking. Alleen samenwerking waarvan iedereen voordelen heeft, die zijn duurzaam. Grenzeloos samenwerken levert kansen op, stelt ons voor uitdagingen en verbreedt onze horizon. Beste mensen, mag ik u meenemen door deze poort op weg naar een nieuwe toekomst voor onze samenleving.